Welkom bij onze nieuwe video waarin we enkele opvallende artikelen uit de Surinaamse media van 16 augustus 2024 onder de loep nemen. We hebben een diverse mix van onderwerpen die zeker het gesprek waard zijn. Laat in de reacties weten wat jij van deze artikelen vindt en vergeet niet je te abonneren voor meer updates over het nieuws uit Suriname. Laten we beginnen! Het eerste stuk staat in dagblad Suriname Herald van 16 augustus 2024 en heeft als koop Simons en de NDP moeten handelen naar wat zij prediken en niet blijven misleiden. Dit stuk wordt toegeschreven aan Hitmat Mahawat Khan. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. In het Engels zeggen we practice words you preach, maar dit lijkt kennelijk te moeilijk voor Simons en de NDP. Zij lijken hardleers en arrogant te zijn. Al ruim vier jaar houden zij het volk voor de fek door te beweren dat ze aan het evalueren zijn en daarom tijd en ruimte nodig hebben. Maar dat ze binnenkort met hun rol in het verleden en hun visie op de toekomst naar buiten komen. Nu, plotseling, is de NDP uit haar slaat en na vier jaar intern overleg zijn ze direct met een campagne begonnen, waarbij alle fouten en ellende uit het verleden gewoon worden genegeerd. Sinds de verkiezing van de nieuwe partijvoorzitter worden nu wekelijks in het land bijeenkomsten gehouden om kritiek te uiten op deze regering, maar nog steeds hoorden we niets over wat zij verkeerd hebben gedaan. Denk aan de drie stappen: 1. Wat heb je verkeerd gedaan? 2. Wat heb je ervan geleerd? En 3. Wat ga je anders doen om die fouten te voorkomen? De vaste riedel van Simons. Simons heeft nu een vaste riedel op al die bijeenkomsten en speelt mooi weer. Ze houdt iedereen voor de fek met loze kreten over eenheid in de samenleving en goed bestuur. Afgelopen weekend sprak ze in Wanika. Ze riep haar gehoor op om met haar het lied Chait Chai zijn naam mee te zingen en hield wederom haar gehoor voordat we veen onderscheid moeten maken tussen etniciteiten en moeten gaan voor een Suriname. Klinkt mooi, denk je. Vervolgens deed ze heel stoer de uitspraak dat ze gaat voor een bestuur waar men met zijn viets van het geld van haar land moet afblijven. Klinkt mooi, denk je weer. Als je toevallig al die jaren in de ruimte was en net was geland op Zanderij, en op weg naar huis in Wanika zou stoppen en haar dit woorden zeggen, dan zou je direct voor Jenny voor president gaan, want je wist niet beter. Je ziet een vrouw, je ziet iemand die eenheid propageert en hamert op integriteit en goed bestuur met de stoere woorden met je viets van het geld van mijn land afblijven, dan wil je de NDP meteen 32 zetels en Jenny Simons als lijsttrekker meer dan 150.000 stemmen alleen op haar. Ontnuchtering. Gelukkig kom je niet van een ruimtereis, maar gewoon met een ritje uit Paramaribo naar Wanika, en omdat je nuchter was, herinner je je ineens heel veel. 1. Het is die vrouw die tien jaar op de dikke stoel van het parlement zat en, om met haar stoere woorden te spreken, met haar snuffert bovenop alle financiële ellende zat, veroorzaakt door de financiële cowboys van haar partij. 2. Het is dezelfde vrouw die zich nog steeds omringt met al die foute mensen van haar partij die met hun viets en het geld van het land hebben gezeten. 3. Het is dezelfde vrouw die in haar bestuur een collega heeft die ze tot tweede ondervoorzitter heeft benoemd. En van wie haar eigen partij van Nopen pas geleden in het openbaar zei dat de man met zijn viets en het geld van haar land had gezeten. 4. Het is dezelfde vrouw die samenwerkt met veroordeelden die bij geldzaken betrokken waren. De een heeft als een cowboy de centrale bank als een rodeo bereden en schaamteloos het geld van het land besteed, ook aan eigen verwin. Is dat niet met je viets en het geld van Suriname zitten? Jouw eigen bedrijf inhuren en bevoordelen is toch eigen verwin? Moet je Einstein zijn om dat te bevrijpen? Als je onnodig veel geld verspilt aan luxe en vermaak, dan is dat toch ook met je fiets aan het geld van de burger zitten. Je hoeft alleen maar lava de school derde klas te hebben doorlopen om dat te slappen. 5. Het is dezelfde vrouw die samenwerkt met een veroordeelde witwasser en geldezel die zelf geen baan had, maar wel met een miljoen US-dollar op hete daad op Schiphol is betrapt en uit het vliegtuig is gehaald en inmiddels veroordeeld is. De man is de handlanger van de partij en is de zogeheten Dirty Harry om de hele dag via tientallen fake accounts vuil te smijten. Simons zit met hem in appgroepen. Integriteit en goed bestuur begint niet pas in 2025. Ze kijkt rustig de andere kant op. Hoe betrouwbaar is Simons? Gelukkig is er nog geen ruimtebasis in Suriname, dus zijn de Surinamers nog niet op ruimtereis geweest en dus zullen zij alles herinneren in mei 2025. 6. Het is dezelfde vrouw die de oud minister van Financiën ophemelt en hem nog steeds beschermt, want volgens haar was er niks fout. Wel, dan vlies ik graag ieders geheugen even snel op hoe die inmiddels veroordeelde minister samen met de eveneens veroordeelde oud-gouverneur flink heeft huisgehouden met de uitverkoop van bezittingen. Bijna alle panden die de overheid bezat, zijn verkocht aan de centrale bank om de kas daar leeg te zuigen. Sinds wanneer doet de centrale bank aan vastgoed en onroerend goed? Dat gebeurt wanneer een cowboy de bank bestuurt dan kunnen dat soort fratsen wel gebeuren. Het was dezelfde oud-gouverneur die ook blauw meer had gekocht. En zie hier wat hij met de minister van Financiën deed. Haast alle panden van Suriname werden als bij de bekende balletje-balletje-hogeltruc verhandeld. Ze zaten met hun fiets aan de bezittingen van het land. 1. Het is dezelfde vrouw die rustig toekeek hoe de SPSB als een pinautomaat voor haar partij werd gebruikt... en haar partijvenoten met hun fiets en het geld van haar land zaten. Waarom kent zij die verhalen niet? Wat deed zij toen? En nu op het podium stoer doen? 2. Het is dezelfde vrouw die erbij was toen haar collega-partijvenoten met een tutia bij het Panam-project bezig waren. Zij zaten ook met hun fiets en het geld van haar land. Wat deden beide door haar verliefde partijvenoten, de ex-minister van Financiën en de oud-gouverneur, toen? Hoe diep waren zij betrokken? Vindt zij het niet nuttig om dat uit te zoeken en er iets van te vinden? 3. Het is dezelfde vrouw die toestond dat haar partij zowat de hele stad verkocht om de kas van de centrale bank leeg te zuiven. Waar was zij toen? Zij zat erbij, keek ernaar en keek weg. Zie hier een lijst van percelen waarover werd besloten en waarbij 45 miljoen euro bij de centrale bank werd weggezogen met medewerking van de oud-gouverneur. Hoe zou met je fiets aan het geld zitten? 1. Het is dezelfde vrouw die in appgroepen zit met de paarse social media-Taliban... ...die de hele dag racistisch gif spuiten in de samenleving en opruien... ...zodat de achterban luidkeels ongegeneerd kan roepen... ...nooit meer een koelie als president. Ze kent de namen en rugnummers. Ze werkt met die mensen samen en dan in Wanika die coulis voor de gek houden met Chai Chai. Zijn naam is behoorlijk vals. 2. Het is dezelfde vrouw die inmiddels op dat racistisch gif van haar de ...diverse keren direct één op één is aangesproken, ook via de media... Maar ze kijkt rustig weg. In een volgend artikel uitgebreid over dit gedrag van haar en de NDP. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Sangref is het dus die vrouw. Hoe kan het dan dat ze zo draai-AI is? De Surinaamse politiek is nog net zo primitief als in de jaren 60-70. Namelijk op het podium mooi weer spelen en vlade praatjes verkopen, de heilige uithangen, maar achter de schermen een compleet ander mens zijn. De Surinamers zijn verwaarschuwd. Het is op letter geblazen. Je wordt belazerd waar je bij staat. Voor aankomend weekend staat een reis van Simons naar Nikeri op de agenda, ...waar ze waarschijnlijk weer die coulis daar voor de gek gaat proberen te houden met Chai Chai Surinam. Maar het slechte nieuws voor haar is dat als de Nikerian op zaterdagavond een vlaagje palm of borgoe op heeft... ...zij dan los zijn en er wat onvriendelijke termen over en weer zullen vlieven. Simons kan daar beter op het podium in het Rijnen proberen te komen door... Openlijk en met naam en toenaam afstand te nemen van de veroordeelden die nu betrokken zijn bij de NDP, oefdraad van Trikt, Dahu. En van de mensen aan wiens namen flinke stanghand zoals Kromosuto, UAK, Abdul Gevoer. Bruto openlijk en met naam en toenaam afstand te nemen van de handlangers en NDPRS die racistisch gif spuiten en uitspraken doen. Oostburg, Makko, Piek en van der SAM. Doet ze dat niet? Dan weten we dat het allemaal priekpraat en podiumpraat is van haar en haar partij. En dan moet en mag de NDP voorlopig totaal niet in de buurt van het regeren terugkomen. Elke week wachten met zich uitspreken is een teken dat de integriteit niet zo diep in haar zit. Maar dat haar move meer een berekenende zal zijn dan vanuit haar vezels van eerlijkheid. Voor de NDP veld beter ten halve verkeerd met die foute strategie dan ten hele te dwalen in een arrogantie met als gevolg een grotere afstraffing en desillusie in mei 2025. Hikmat Mahawat Khan, in Dagblad Suriname, Herold te Paramaribo, Suriname. Het tweede stuk dat ik ga voorlezen staat in Dagblad snc.com van 16 augustus 2024 en heeft als kop Robby Makka niet gediend van Armo Snijders de Ware Tijd en dacht hun uit voor een openbaar en eerlijk diaspora gesprek. Dit stuk wordt toegeschreven aan Robbie Makka. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Het diaspora-beleid van president Jan Santoki is vaker het mikpunt van kritiek. Sommige critici zien het diaspora-beleid als gefaald, en anderen zien het als een continu proces dat steeds uitdagingen zal moeten overwinnen. Robbie Makka, een vooraanstaande diaspora die nauw betrokken is bij het ondersteunen van een effectief diaspora-beleid in Suriname, reageert fel op de aanvallen van Armao Snijders, de Ware Tijd, DWT, die vooral gericht zou zijn op VHP-ministers. Volgens Robbie is deze schrijver van de waardetijd te ver verfaam met uitlatingen in zijn artikel in de DWT van 16 juli 2024. Te. Na nasleep van het slm Debakle twee droevig de rol van de diaspora bij de ondervang. Met name de onderstaande passage is voor Robbie Makka onacceptabel voor zijn duurzaam vrijwilligerswerk voor de diaspora. Armaus Snijders in dit artikel. Met name door de VHP-sympathisanten Makka en Boendi, die een kans zagen om, als Santoki eenmaal aan de macht zou zijn. Te kunnen meeten uit de presidentiële ruif. En dat gebeurde ook. Maca noemt de beschuldigingen van Armaus Snijders oneerlijk, beledigend, kletsend, laaf, smaadschrift en klinklare onzin. Hij dacht Armaus Snijders voor een openbaar en eerlijk debat. Hieronder de reactie van Robbie Maca: Hoe durft Snijders mij te beschuldigen? Als u iets tegen Boemi of SLM heeft, dan is dat uw keuze. Maar kom niet aan mijn integriteit. VHP-sympathisant zijn is een rol, Makka en Boendi zijn twee aparte natuurlijke personen en de functie van bestuursleden van ons binnen het DFK is separaat. Als mijn bestuur iets verkeerd heeft gedaan, bewijs dat dan. Snijders mixt alles in een giftige moxie patou om geloofwaardig over te komen. Ik daag Snijders uit voor het eerlijk en integraal diaspora gesprek en slash of pennen Via virtuele mogelijkheden zoals Webex of Teams mag Snijders in ieder bijhalen wie hij wil... Van onderzoeksjournalist tot alle criticusters om zijn beschuldiging te staven of te bewijzen, maar wel met een neutrale gesprekleider erbij. Geen cent, geen tickets. Ik krijg geen cent van Suriname. Evenmin ontvang ik gratis of kortingtickets van SLM. Het kabinet van de president heeft mij nooit betaald, betaalt mij niet en het ministerie van Financiën in Suriname kent mijn rekeningnummer ook niet. Niemand in Nederland betaalt mij privé of anderszins. Anders gezegd. Sinds ik in Nederland woon en werk, heb ik nooit van Suriname of Reveringen verveten of meegeveten en zal dat niet doen als diaspora of als persoon. Niet in SRD, euro of dollar of Natura. Niemand betaalt mij direct of indirect voor het werk die door mijn drie stichtingen in verband met het werk van Diaspora Fonds wordt gedaan. De VHP is ook niet bij sponsor. Op geen enkele manier heb ik voorzieningen gehad van welk parastataal bedrijf dan ook. Ik werk beroepsmatig dagelijks aan een gezond en fris financiële samenleving. Ik werk al 27 jaar beroepsmatig voor ministerie, S, van Financiën en ben hier lid van het management in Nederland. Ik werk dagelijks met kernwaarden als geloofwaardigheid, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid en heb als levens- en werkdoelstelling compliance. Mijn werkgever controleert mijn gang van zaken en ik heb een voorbeeldfunctie. Hoe durft hij mij dan te beschuldigen? De beschuldiging daarom door Snijders geuit is below de belt, misplaatst en klinkklare onzin. De eerste tegenreactie. Het is niet de eerste keer dat Snijders negatief en ongefundeerd schrijft over diaspora. Op 6 september 2022 schreef hij het artikel achtergrond Diaspora omvat meer dan alleen Jindostanen. Dit artikel had een etnisch tintje. Op 25 oktober 2022 kwam mijn uitgebreide tegenreactie in DWT dankzij de toenmalige hoofdredacteur. Dat Hindustans heeft Makka kunnen pareren met een tegenreactie in het artikel Diaspora kan nooit mislukken. In hetzelfde artikel geef ik aan dat redacteur Snijders zonder rapport en te bestuderen of toelichting te vragen negatief schrijft over de Diaspora. Nu, na 1,5 jaar begint Snijders met wederom slechte journalistieke beschouwingen, zonder een goed journalistiek gesprek met Diaspora, zonder woord en slash of wederhoor, zonder checks van feiten, zonder toelichting te vragen aan mij. Zijn zogenaamde onderzoeken over diaspora, waarbij de feiten wederom niet kloppen raken, kant nog wou. Foto van mij en president. Makka zegt aan slijders: Als u een foto van mij zet, mij Mati van Tjan noemt, zie artikelbeschouwing De ongelukkige diaspora-hand van Santoki, dan checkt zij toch de historie en feiten? Hij gaat grasduinen op Facebook, op internet. Plut foto's van onze website www.dfk.sr of Elders en publiceert via DWT Diaspora juncto SLM Lekraak. Hij haalt vele zaken door elkaar. DfK heeft niets te maken met de voordracht van oud-directeur De Haan. Ook niet met de andere namen door hem genoemd in relatie tot SLM. Wie verkeerd is, is verkeerd. Tegen wie een onderzoek loopt bij het om, moet zelf weten of anders moeten we afwachten wat het resultaat van het onderzoek is. De Leugens. 1. Ik eet niet mee en zie geen kans. Ik weet niet wat Ruif is. 2. Hij schrijft. Hij, Boendi, was destijds in september samen met Makka in Den Haag aanwezig bij de opening van het van Foundation Nederlands VHP Infocentrum, waarin ook Diaspora Ondernemershuis werd gevestigd. Dat gebeurde vanuit het kantoor van ondernemer Robbie Boendi aan de Beeklaan in die stad, zo meldde de VHP toen. De waarheid is: het Diaspora Ondernemershuis was gevestigd aan de Wijmerstraat. ...en dus niet aan de B-klaam. Het diaspora ondernemershuis was van een ander ondernemer... ...en niet van de heer Boondi. Deze ondernemer van het ondernemershuis heet Zeltehal ...en is dan zijn gemeenteraadslid. Voorheen was hij bestuurslid van de Chansamtoki Foundation. De verzamellocatie was wel vanuit kantoor van Boondi, ...maar dat was ook de vervaderruimte van de Dutch Suriname Business Club. Lopen van A naar B, van ondernemer naar ondernemer, zou dat niet mogen... Het was ook lopen met hoge kader van diaspora naar diaspora voor de VHP en Tjan. Wat is er dan mis mee? En dan enkele antwoorden op vragen die Snyder stelt of insinueert, nu in simpele bewoordingen als uitleg via SNC. Hoeveel geld zit er in het diaspora fonds en heeft DFK een rekeningnummer? Ah, er zit 0 euro in het bedoelde fonds en we hebben veel rekeningnummer tot nu toe. We zijn er nog een stichting en we bouwen rustig aan een infrastructuur die ooit de diaspora bank zal moeten heten. Voor dit moment zijn er diverse particuliere fondsen die nul centen van Suriname krijgen... ...maar in Nederland particulier werken voor Suriname en in Suriname helpen. Er was zoveel beloofd ook door de VHP of de president over diaspora kapitaal. Waar is het geld gebleven? Ah, de president is afhankelijk van adviezen, capaciteit en bezetting... ...in verband met de implementatie van DFK. De VHP en de president treffen Veenblaam. Hooguit de werkarmen zowel in Suriname als in Nederland die hun werk niet... Kunnen, doen, vanweven, nationale prioriteiten in Suriname, te veel werk, tekort aan kennis en agenda's op ministeries en ambassades. De nationale agenda van Suriname met herstel van de economie, IMF, inflatie, ordening bankensector, compliance, etc. verven alle aandacht. De president werkt dag en nacht heel hard om de noden te verlichten. Dat ziet de diaspora ook. Op de achtergrond wordt er echter hard gewerkt door de diaspora. En zijn de raakvlakken met de sectoren om het presidentieel rapport Diaspora Fonds en kapitaal actief te houden niet verwaarloosd? Maar, first thing first: aan welke resultaten heeft Diaspora direct of indirect meegedaan? De aangepaste kiesregeling, deskundige uit Nederland is hierbij actief, hartmissie en andere medische ondersteuning, de ims maal Code Suriname, Wakandra-projecten, lobbywerk, oil- en gasdeelnemers tijdens SEOG bouw- en huishoudbeurs in Suriname, huizenbouw, AOW-gat, zorgautoriteit, Natio, Hotel Breze, binnen straal van 3 kilometer nu 7 hotels met diaspora als aandeelhouder, grondconversie, zodat de Suriname ook in Nederland en Kosovo de financiering heeft, de participatie bij de DNB bij CBVS, accountants in Suriname, rekenkamer in Suriname met counterpart in Nederland, SLM, we promoten SLM, Eigenaar van groot hotel met keten aan bedrijven, lijstsector, veiligheid, nefroloog, dataconcept voor IT en bureau'site voor woningbouw, etc. Makka, nogmaals, niemand betaalt ons in deze. We financieren alles persoonlijk of via netwerkdonoren in Nederland en we houden kantoor op diverse locaties. Nogmaals, DFK gebruikt geen cent van de regering in Suriname. Waarom is Diaspora Fonds onzichtbaar? Sommigen willen hun naam niet in de krant en sommigen doen gewoon een ding zonder associatie met diaspora. Af en toe komen we uit met een publicatie, echter is er niets te verberven. Conclusie en verzoek: Ik vraag de media met klem om geen beschouwingen te publiceren over diaspora waarin mijn naam voorkomt en waarin logens staan. Want het zijn logens. Doet men dat toch? Dan is het advies en een ieder blijf blaffen. We gaan door met het goede DFK-werk. Als u zelf geen diaspora bent en slash of van het niet houdt, stimuleer geen ontspoorde dia. Diaspora is een product of positieve attitude. De VHP werkt, de president werkt hard en diaspora zal blijven werken. Sjan blijft een diaspora hero en de diaspora blijft VHP ondersteunen. Doet men de volgende keer wel aan onderzoeksjournalistiek alstublieft. Al geruime tijd zegt men dat in Suriname het verschrikkelijk gesteld is met onderzoeksjournalistiek. Kunt u de volgende keer hiermee de rekening houden? Of werken de 100 strafregels voor de koppige niet? Zie ook artikel 100 strafregels voor koppige slijders. Ooit zal de leuven in de media juridisch worden uitgevochten, want vreemde mening eindigt waar belediging bevindt. Al dus, Robbie Makka in dagblad SNC.com te Paramaribo, Suriname. Het volgende stuk dat ik ga voorlezen staat in dagblad Sun SR van 16 augustus 2024 en heeft als kop vakbondsleider Paul loopt weg van gesprek met minister Ramadin. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. De voorzitter van de Algemene Bond Personeel in dienst van AZP, ABPLAZ, Lloyd Paul is vandaag weggelopen van het gesprek dat de gezondheidsbonden hadden met minister Ammar Ramadin van Volksgezondheid. Als het voor mij duidelijk is dat we niets gaan halen uit het gesprek vanwege de dictatoriale houding van de minister, dan houdt het op. Als de minister blijft aanveven dat de regering de overbruffings, wervings en behoudtoelagen niet gaat betalen, wat moesten we nog aanhoorden, zegt Paul Son. De gezondheidsbonden hebben de overbruffings, wervings en behoudtoelagen over de maand juli 2024 niet ontvangen. Dat hebben ze gisteren tijdens een persconferentie uitgeleefd. Er was een deadline verveven tot vandaag 12 uur aan het ministerie om te reageren. Na de persconferentie gisteren waren de bonden voor vandaag uitgenodigd door de minister. Ramadin heeft daar te kennen verveven dat de betreffende toelavers van de gezondheidswerkers naar analogie van de koopkrachtversterking van de ambtenaren voor juli 2024 niet uitbetaald wordt, omdat de werkers vakantieveld krijgen. En precies daar ligt de verwarring. Paul geeft aan dat in zijn optiek de minister bewust of onbewust verwarring brengt in deze zaak. Een de overbruffings-, wervings- en behoudtoelave kan je niet vergelijken met koopkrachtversterking van de ambtenaren. Die twee. Dingen zijn ook niet gelijktijdig overeengekomen, zegt hij. Die toelaten waren omdat onze nieuwe loonreeks niet in orde komt en om brain drain tegen te faam. We hoopten dat er verandering zou komen in de zaak. Elke keer als er betalingen moeten plaatsvinden, komen de gezondheidsbonden in aanvaring met de minister. Zo kan het ook niet, zegt de applaastopman. Tijdens het gesprek met de minister heeft hij vandaag ook duidelijk gemaakt niet leuk te vinden dat hij beschuldigd wordt van een dictatoriale houding. Paul geeft aan dat de zorgsector heel belangrijk is. Wij willen ook geen onderbreking. Maar steeds is er een probleem voor de minister om gemaakte afspraken na te komen. Zo moeten we steeds opkomen voor zaken de zorg rakende. Wij hopen niet zover te komen om wederom vakbondsmiddelen in te zetten voor het behartigen van onze belangen. Paul gaf als sideline aan dat vorig jaar jullie de gezondheidsbonden ook geen overbruffingstoelave hebben gehad. Toen was ABPLA zet in staking en hebben zij als enige bond wel de toelaves gekregen. Voor november is toen de overbruggingstoelave van AZP in Die strijd voeren we tot nu toe. Het lijkt erop alsof de minister geen juiste informatie doorgeeft aan de regering. De gezondheidsbonden beleffen morgen een algemene ledenvervadering, of waarbij de onderhandeling met de minister voorverlegd zal worden. De leden zullen bepalen hoe verder te gaan met deze situatie, al dus Paul. Dat was dus Dagbladsen SR te Paramaribo Suriname. Het vierde stuk dat ik ga voorlezen, staat in Dagblad Suriname van 16 augustus 2024 en heeft als kop kwestie compensatielijst Reisboeren doet vragen reizen omtrent eerdere schadeloosstellingen LVV aan reissector. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. De kwestie van financiële compensatie aan reisboeren in Nikeri. Waarbij nu na controle van de registratielijst blijkt dat veel minder padie is ingezaaid dan de 30.000 hectare die Landbouwminister Permanent Seldin beweert, doet ernstige vragen reizen omtrent de doelmatigheid en rechtmatigheid van eerdere schadeloosstellingen die het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, aan de reissector heeft verstrekt. In 2021 heeft het ministerie van LVV uit een schadefonds van SRD 50 miljoen en een groep van 1500 reisboeren een schadeloosstelling verstrekt voor schade aan rijstaanplanten wegens wateroverlast als gevolg van zware regenval. Het bedrag van SRD 50 miljoen was een deel. Van een totaalbedrag van SRD 100 miljoen dat de regering toen had uitgetrokken om de wateroverlast aan te pakken. Het resterende deel van het bedrag van SRD 100 miljoen ging naar het ministerie van openbare werken voor het ophalen en opschonen van kanalen. Oppositie wilde inzagen. In het parlement heeft de oppositie destijds met betrekking de tot de besteding van het schadefonds van SRD 50 miljoen meerdere keren de regering, zeker de minister van LVV, gevraagd naar de lijst van personen die toen in aanmerking waren gekomen voor schadeloosstelling. Met name de NDP-fractie plaatste toen ernstige kanttekeningen achter de doelmatigheid en rechtmatigheid van de verstrekte schadeloosstelling aan reisboeren. Het wilde het overzicht hebben van wie allemaal destijds in aanmerking waren gekomen voor schadeloosstelling en welke methodiek daarbij werd gehanteerd. Op basis van informatie uit het veld bestonden toen sterke vermoedens dat personen die helemaal geen aanspraak maakten op een financiële schadeloosstelling die wel hebben ontvangen van LVV. NDP-fractieleider Rabin Parmesar zegt desgevraagd dat het ministerie van LVV niet meer de gevraagde lijst heeft doen toekomen aan het parlement. Er was toen zelfs een brief gericht aan de Rekenkamer van Suriname voor onderzoek. De Rekenkamer stelde zich op het standpunt dat de brief via de Assembleevoorzitter aan haar gericht moest worden. De NDP-fractie heeft dat toen ook gedaan, maar over de kwestie is daarna niets meer vernomen. Parmesar is nog steeds verbaasd hierover. De Rekenkamer is bevoegd om ook uit eigen beweging onderzoeken in te stellen naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van bestedingen van overheidsgelden. Zo is de Rekenkamer volgens Parmessa momenteel bezig met twee onderzoeken. Waarom de Rekenkamer toen op verzoek van leden van de NDP-fractie nooit een onderzoek heeft ingesteld in de kwestie van SRD 50 miljoen schadeloosstelling aan de reissector, zegt Parmessa in het duister te tasten. Controle door reisboeren. Over de huidige kwestie van compensatie aan reisboeren was de leiding van LVV in eerste instantie ook niet bereid te om tevreden reisboeren inzaven te veven in de registratielijst. na uitdrukkelijke opdracht van president Santoki is de registratielijst aan een werkgroep van reisboeren verstrekt voor controle. De leiding van LVV heeft de leden van de werkgroep van reisboeren uitdrukkelijk laten beloven informatie uit de lijst niet naar buiten te laten lekken. Nu blijkt waarom men dat ten koste van alles wilde voorkomen. Uit het controleverslag van de werkgroep van Rijsboeren is onder meer gebleken dat niet ingezijde landbouwpercelen ook geregistreerd staan als te zijn ingezijd. Er is sprake van dubbele registraties van landbouwpercelen en personen. Percelen die nooit onthonden zijn, staan ook op de lijst geregistreerd als te zijn ingezijd en dus in aanmerking komen voor financiële compensatie. De namen van personen die betrekking hebben op deze incorrecte vervevens staan ook op de lijst. Het gaat om bekende en zwaar partijpolitiek gelieerde personen uit de Nigeriaanse samenleving. Dit zou de belangrijkste reden zijn waarom de leiding van LVV wil voorkomen dat de lijst in het openbaar terechtkomt. 19.780 hectare ingezaaid. Na controle door de werkgroep van Rijspoeren is de registratielijst van LVV herzien. Men komt op een totaal ingezaaid areaal van 19.780 hectare. Dit is ruim 10.000 hectare minder dan wat landbouwminister Parmanant Selding beweert. De regering heeft op basis van een totaal ingezijd areaal van 30.000 hectare een bedrag van SRD 60 miljoen, en later nog eens SRD 10 miljoen, goedgekeerd ten behoeve van compensatie aan reisboeren voor geleden verliezen het afgelopen seizoen. Boeren zouden in eerste instantie per hectare rond de SRD 2000 aan financiële compensatie ontvangen. De vraag die nu gesteld wordt is: waar het bedrag van ruim SRD 20 miljoen die betrekking heeft op de circa 10.000 hectare aan minder eergezijd areaal zou gaan, indien de ontevreden reisboeren niet erop hadden gestaan om inzaven te krijgen in de registratielijst. De totale oppositie in het parlement heeft recentelijk, naar aanleiding van de orders ten ontevredenheid onder de reisboeren in Nikerie, met spoed om een openbare vergadering van het parlement gevraagd. Ondertussen vaat het parlement vanaf vandaag, vrijdag 16 augustus. Tot en met 15 september met reces en lijkt het niet waarschijnlijk dat de aangevraagde vervadering na het reces nog zal worden uitgeschreven. President Santokki is momenteel uitlandig. Na terugkomst zal hij naar verwachting een besluit nemen over de financiële compensatie aan reisboeren. Al dus Dagblad Suriname. Het vijfde stuk dat ik ga voorlezen staat ook in Dagblad Suriname van 16 augustus 2024 en heeft als koop. Burgerlijk wetboek aangenomen als hamerstuk, een komedie van Jura. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Het Surinaamse parlement heeft het nieuwe burgerlijk wetboek, BW, aangenomen als hamerstuk, compleet zonder inhoudelijke behandeling. In ware bureaucratische stijl werden de meer dan 6500 artikelen in 10 boeken zonder veel van vader door de Kamer verjaagd. Parlementsleden. Kennelijk tevreden met het simpelweg afvinken van de lijst, hebben we vertrouwen volledig gelegd in de commissie onder leiding van oudrechten van Gerampende. Deze commissie heeft jarenlang in alle stilte gesloteld en het enorme wetboek, dat nu min of meer een directe kopie van het Nederlandse BW is. Het maatschappelijk middenveld, blijkbaar in diepe slaap of brillend op de blonde, blauwe ogen van hun ex-koloniale meesters, heeft nauwelijks gereageerd op deze monumentale juridische verschuiving. Vaccinatiecampagnes zijn daaraf aangepakt dan deze juridische facelift. In een uniek geval van koloniale nostalgie hebben de ontwerpers gekozen voor dezelfde artikelnummers als het Nederlandse BW, in de hoop dat Surinaamse juristen zonder bijscholing kunnen aansluiten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Of dit trots surrealisme een zeven of een vloek zal blijken, blijft te bezien. Wat kunnen we nog meer verwachten van een parlement dat intern verveelt bij de aanblik van Hollandse structuren? De unieke ontdekking van het Surinaamse contingent. Alles uit Holland is per definitie verweldigd. Als je dacht dat deze juridische grabbel dan hilarisch was, maak. Je borst maar nat. Zodra de wet in werking treedt, zullen de eerste bezwaren en misverstanden ongetwijfeld op humoristische wijze aan de oppervlakte bordelen. Want laten we eerlijk zijn, wat is recht zonder een flinke doos surinaamse improvisatie en bureaucratische charme? Dus neem plaats, chips in de hand en bereid je voor op de juridische soop die ongetwijfeld zal volgen. Dat was dus ook Dagblad Suriname. Het zesde en laatste stuk dat ik voor nu ga voorlezen staat in Dagblad Waterkant van 16 augustus 2024 en heeft als kop Ramaud Arsing na Oulu Sweeti en Meki de Mango Party drapen. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Het is volgens Econoom Winster Ramout Arsing pijnlijk en triest dat het eerste echtpaar van Suriname, doelen op president Jean Santoki en First Lady Melissa Santoki Sinaceri, Elke maand op dienstreis zijn naar het buitenland. Het eerste echtpaar van het land is elke maand op reis, op kosten van de gemeenschap. Eén keer hoorde ik wel dat het op eigen kosten was, maar alle andere keren na Sweti en Meki de Mango Party drapen, zei de sing op DTV Express. President Santokki vertoeft samen met zijn echtgenoot momenteel in de Dominicaanse Republiek voor het bijwonen van de inauguratie zijn herkozen ambtgenoot Luis Abinade. Hij. Keert zaterdag terug naar Suriname. Santoki is vanaf februari dit jaar haast elke maand op reis geweest. In februari eerst naar Viana en daarna naar St. Vincent en de Venadines. In maart was hij wederom in Viana en in april ging hij naar de Volksrepubliek China. In juni reisde het staatshoofd naar de Bahama's en in juli voor privédoeleinden naar de Verenigde Staten. Eind juli was hij naar Granada en nu is hij in de Dominicaanse Republiek. Ramoud Arsing stelt dat het reisgedrag van het staatshoofd niet zo hoort en adviseert de Surinaamse bevolking om dit soort leiders bij de volgende verkiezing af te straffen. Het verhaal dat Santoki ook ontmoetingen zal hebben met bedrijven die geïnteresseerd zijn om te investeren in Suriname noemt de economen sprookje. Overigens denkt hij dat Santoki gewoon van vakantie houdt en naar daar is gegaan om die ene stem van Abinader te zoeken voor minister Albert Ramdin. Die zich kandidaat heeft gesteld voor de positie van secretaris-generaal van de organisatie van Amerikaanse staten, OAS. Moni noden, maar Moni de wel president dan gaat First Lady qua vakantie naar Santo Domingo. Dan hoe is er veeveld? Geloof je nog in sprookjes? Die mannen gaan daar alleen maar om die ene stem van meneer Abinader in de OAS om Prins Albert tot OAS-secretaris-generaal te kiezen. Albert is drie keren per maand op reis, alleen maar om die stemmen te krijgen. Ook als hij het krijgt, is het las want hij gaat daar geen flikker doen, al dus Ramautarsing. Dat waren dus enkele stukken uit de Surinaamse media, dagbladen. Uw mening over deze stukken kunt u onderaan de video plaatsen, conform de richtlijnen.